dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik deel 2 voor jullie, waarin ik mijn lipstick stash ga opruimen. Dus het laatste gedeelte. De vorige was toch nog behoorlijk lang geworden, langer dan wat ik eigenlijk wilde. Dus ik hoop dat deze iets korter gaat worden, want hij was wel heel erg lang. In ieder geval, ik ga nu mijn high-end lipsticks uitzoeken en nog wat budget lipsticks die ook hier op het bureau staan. Dus eigenlijk alles wat op het bureau staat. Laten we maar snel gaan beginnen dus. Als allereerste lipsticks aan deze kant dus. En ja, het zijn niet alleen maar lipsticks die in dit bakje staan. Dit bakje komt overigens van de Action. Er staan lipsticks in en hier ook andere high-end producten die ik wel mooi bij ja, vond vinden. Zoals je kunt zien, niet alles past er meer in. Ik heb momenteel te veel MAC lipsticks om hier nog in te doen. Dus ik moet even gaan kijken hoe ik dat dadelijk ga opruimen of restoren. Hoe ik dat opnieuw ga herbergen. Op ga bergen, bedoel ik. even kijken. Ik ga hem er gewoon bij pakken en dan aan jullie alles laten zien weer. En swatchen zoals de vorige keer. Ik ga als allereerst denk ik even beginnen met mijn MAC lipsticks, want daar heb ik het meest van en dan werk ik het zo af naar links. Ik heb ze eigenlijk allemaal op volgorde staan van nude naar donker. Dus ik begin nu als allereerst met de nude kleuren. Dit is de kleur Honey Love en dit is een matte lipstick. Heel veel mat en retro mat en een paar Satin en Amplified, want ik ben toch wel echt super gek op de matte en retro matte lipsticks. Dit is denk ik wel de lichtste nude bruine kleur die ik heb. En die ziet er zo uit. Dit is Velvet Teddy, ook een matte kleur, net iets donkerder nog. Dekt ook net iets meer en beter nog. Velvet Teddy is wel echt een super mooie kleur. Echt, als je het aan mij vraagt, een must have voor in je stash. Dan Brave, dit is een Satin finish. Iets rozer. Dan hebben we Runway Hit. Deze is van de nieuwe matte lijn en dit is een retro matte. Hij is prachtig, maar hij is wel echt super droog. Verder naar Please Me. Kennen jullie wellicht allemaal wel. Is ook een hele bekende MAC lipstick. Is ook nog wat rozer. Echt een oud roze kleur. Dan Sushi Kiss Satin Finish. En dit is meer een... nu gaan we meer richting de kleurtjes. Het is meer een tropisch kleurtje. Beetje, ja, persenkleur. Hier twijfel ik heel erg over. Want ik weet niet of ik hem bij mij wel heel erg mooi vind. Maar ik heb hem pas één keer gedragen, dus ik wacht er nog even mee en ik wil hem nog even één kans geven om op te doen. En dan beslis ik of ik hem weg doe. Toxic Tail, Limited Edition, Satin Finish ook. Het is echt een geweldig mooie kleur. Een beetje meer een rood koraal kleurtje. Wat ben ik trouwens aan het doen? Ik kan ze beter nog gewoon hierin laten staan. Dan Candy Yum Yum. De neonroze lipstick, matte finish. Ja, prachtige kleur met een hele mooie blauwe ondertoon. Echt een hele coole kleur. Dan hebben we pink... Het klopt niet. Oh, wacht. Ik was verder gegaan met iets anders. Oh, wacht, ik heb ze zo. Ik moet echt even denken aan de volgorde. Relentlessly Red. Draag ik vandaag ook op mijn lippen. Is een retro matte kleur. En is echt super droog. Maar met een primer eronder is die wel fijn. All Fired Up is een hele mooie rood framboos roze kleur. Ook weer retro mat. Maar wel echt geweldig. Een super goede dekking. Goede dekking. Dan hebben we hier Ruby Woo. Ook weer een retro matte lipstick. Echt een must-have wanneer je van rode lipsticks houdt. Door naar een van de nieuwere MAC lipsticks. En deze is van de Giambattista Valley lijn. Dit is Charlotte. Zoals je kunt zien is hij ook echt super nieuw. Ik heb hem alleen nog maar geswatcht. En nog niet eens gedragen. Maar hij schijnt heel erg veel op Russian Red te lijken. Dus een matte lipstick ook. En dit is dan Russian Red. Deze is ook mat. Oh, ik zit weer buiten beeld.
Zoals je kunt zien lijken ze aardig veel op elkaar. Dus mocht je die lijn niet hebben kunnen bemachtigen, dan is dat niet zo mega erg. Ja, misschien wel voor de verpakking, want de verpakking ziet er wel super leuk uit. Maar ja, de kleuren lijken gewoon super erg op elkaar. Dit is Fixed on Drama. Mijn donkerste rode kleur die ik heb. Die ziet er zo uit. Echt een kleur voor dadelijk in de herfst en winter. Dan door naar de roze lipsticks inderdaad. Candy Yum Yum had ik al geswatcht. Dan gaan we dan weer hier verder. Ja. Pink Pigeon. Matte lipstick. Een beetje de warmere variant van Candy Yum Yum. En dit is Impassionate. Dit is een Amplified lipstick. Maar die draag ik heel erg weinig. Tot bijna niet. Omdat die Amplified is. En daardoor best wel glad is. Hier twijfel ik ook nog een beetje over. Dan Viva Glam Miley Cyrus. Hele mooie kleur. Vol roze. En deze is ook weer Amplified. Ja. Dan hebben we van diezelfde lijn van de Gian Battista Valley Line heb ik ook Tats. Ik ga wel even hier verder. Echt een super mooie kleur. Echt heel erg mooi. Ook weer echt vol roze. Lijkt ook echt op Miley Cyrus. Alleen deze is dan mat. En dan de lipstick waar ik nog steeds super blij mee ben. Dat ik die heb kunnen bemachtigen. Riri Pleasure Bomb. Echt een hele mooie kleur. Net iets donkerder als Tats. Dan Flat Out Fabulous. Gaan we richting de paarse lipsticks. Retro matte lipstick. Heroin. Ja, Heroin. Matte lipstick. Super mooi paars. Echt ook een favoriet. Dit is Fashion Revival. Een van mijn laatste aankopen. Super blij mee. Aangezien dit ook een limited edition is. En dit is een matte lipstick. En dan van de Gian Battista Valley Line nog Eugene. Dat is ook echt een geweldig mooie kleur. Heel erg mooi. En als laatste mijn van de MAC lipsticks. De meest donkerpaarse lipstick. En dit is Smoked Purple. Dit is ook weer een matte lipstick. Echt heel donkerpaars is die. Donkerpaarsbruin. En dat waren dus al mijn MAC lipsticks. En ik denk ook dat ik ze allemaal ga houden. Want ik vind ze wel super mooi. En ik ben gewoon super trots en blij met de stash die ik opgebouwd heb. Dus door naar de andere high-end lipsticks. Ik kreeg heel veel vragen over deze lipsticks. Omdat ze heel erg veel op die van MAC lijken. Maar dit zijn de Gérard Cosmetics lipsticks. Ze zijn niet te kopen in Nederland. Of althans, ja, je kunt ze in het buitenland kopen. En dan verzenden ze ook naar Nederland. Het zijn super mooie lipsticks. Lijken ook wel een beetje op qua kwaliteit op MAC. Alleen zijn ze net iets minder intens en net iets minder dekkend. Dit is Buttercup. En het zijn volgens mij allemaal wel matte lipsticks. Ja, redelijk semi-matte tot matte lipsticks. Dit is Nude. En mocht je deze nou willen bestellen, ze hebben heel vaak hebben ze discounts. Dus heel vaak hebben ze acties. En dan kun je bijvoorbeeld 4 lipsticks voor $35 kopen, geloof ik. Of voor €35, ik weet niet precies. En dan verzenden ze ook nog eens gratis wereldwijd. Dus dat is echt super fijn. Dit is een heel beroemd kleurtje. Dit is 1995. Deze is in samenwerking met Jaclyn Hill, als ik het me goed herinner. Het is een super mooie, ja, bruine kleur. Bruin-rood roestkleurtje. Dit is Tequila Sunrise. Hele mooie koraalkleur. Perse koraalkleur. Dit is All Dolled Up. Super mooie roze kleur. Heeft wel iets weg van Candy Yum Yum. Maar is net iets minder intens qua kleur. Dan hebben we hier de paarse lipstick. Dit is baking. Oh nee, grape soda. Ik dacht baking soda. Grape soda. Zijn wel echt super mat of aardig mat van Gérard Cosmetics. Dit is Fire Engine. Ook echt een super mooie kleur. Een hele mooie, intens rode, vuurrode kleur. En als laatste heb ik Cherry. Cordial, wat zeg ik nou? Ja, Cherry Cordial. Dit is echt een super mooie donkerrode kleur. Roodbruine kleur. Op de lippen is die nog net iets lichter, iets draagbaarder. Maar hij is echt prachtig. Ik denk dat die een beetje te vergelijken is met Diva of Sin.
Dan hebben we nog, heb ik nog van de Yves Saint Laurent Rouge Volupté lijn nummertje 34. En hier ben ik ook echt dol op. Dit is een echt super fijne romige lipstick. Die daarnaast gewoon echt heel aardig lang nog blijven zitten. En de huls is gewoon echt geweldig. En dit is nummer 8. Zeg ik dat goed? Nee, wel. Nummer 9. Dit is Pink of Rosé Caresse of Pink Caresse. Een van de twee. En die is net wat donkerder. Die is ook heel erg mooi. Heb ik er nog een van Yves Saint Laurent. En dit is van de Rouge Pure Couture lijn. En dit is nummer 9. En die lijkt wel een beetje op die andere. Dan gaan we door naar de Chanel lipsticks. En dit zijn de, kijk hoe heet ze ook weer, de Rouge Allure Velvet. Dit is nummertje 34 La Raffinée. Echt een prachtige kleur. Heel erg mooi, neutraal. Maar toch wel heel apart. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Heel mooi, subtiel nude kleurtje. En dit is nummertje 42, L'Eclatante. Dit is echt een knaller roze kleur. Alleen deze vind ik vrij, die dekt niet zo goed op de lippen. Op de arm zo wel, maar op de lippen dekt hij niet zo heel erg mooi. En benadrukt hij ook heel erg velletjes. Maar vaak doe ik er een lipliner onder en dan is die wel heel mooi. Heb ik er nog een van Colourstar. Een roze kleur. Deze vind ik heel fijn voor als ik gewoon lekker simpele make-up wil. Maar toch een kleurtje op de lippen die niet heel erg opvalt. Pak ik deze er altijd bij. En als laatste heb ik nog een lipstick van Dior. De Diorific Ange Blue. En die ziet er zo uit. Ook echt een hele mooie kleur. Dan op naar deze lipsticks. Die in dit bakje staan. Dit bakje is ook van de Action overigens. En die kostte 3 euro, geloof ik. En ik denk dat ik hier wel aardig wat weg ga doen. Ik dacht eerst, je hebt nog 3 lipsticks van Max en More. Maar dat is eentje van Vogen. Die van Vogen vind ik wel heel mooi. Dus die houd ik, denk ik. Die dekt wel heel erg goed. Die houd ik. En deze twee van Max en More, die kunnen weg. Die van Scene. Die koop bij de Lido. Ja, een hele mooie kleur. Maar die heb ik al zoveel. Dus die gaat ook weg. Die kan ook wel weg. Deze van Flomar. Die moet ik echt vaker gaan dragen. Want die is super mooi. Maar die draag ik te weinig. Dus die blijft nog. Dan deze van Maybelline. Die kan wel weg. Die draag ik bijna niet. Een hele mooie kleur. Dus die gaat weg. Dan is deze van Maybelline. Zeg ik dat goed? Ja, Maybelline. In de kleur Berry Red. Ja, mooie kleur, maar ik heb die al zoveel. Die kan ook weg. De lipsticks van Wet n Wild. Ik vind ze heel mooi, maar net iets te shimmerig. Het is wel heel erg mooi. Dit is Fierce. Die is iets minder shimmery. Die is ook wel heel mooi. Rapture. Echt een kleur die je dadelijk heel veel gaat zien in de herfst. Die kunnen gewoon weg. En als laatste heb ik hier nog 4 lipsticks uit de Hema matte lijn. Deze blijven ook alle 4, want die vind ik super fijn. En daarnaast zijn ze ook niet meer te koop. Zag ik laatst. Daar baalde ik wel heel erg van. Dus nummer 1, want ze zijn best wel goedkoop. Of althans, ze waren dus best wel goedkoop. En de pigmentatie, dekking, alles was gewoon echt top aan deze lipsticks. 2 heb ik. Nummertje 5. Kijk dan. Wat een mooie pigmentatie. Wat een intense kleur. Ik vind ze echt geweldig. En nummertje 6 heb ik. Echt super mooi. Dus die houd ik ook. En dan ga ik ze ergens anders voortaan neerzetten. Dus uiteindelijk gaan deze weg. En dit blijft dan. Zo, en dat was de video weer voor deze keer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zit weer helemaal onder de swatches zoals de vorige keer. Ik moet echt uitkijken, want de vorige keer zat ik echt helemaal onder mijn hele trui. Alles zat onder, dus ik ga ze nu heel snel afwassen. De vorige keer kreeg ik trouwens ook heel veel er niet af. Ik bedenk me nou trouwens iets. Ik heb de liquid lipsticks helemaal niet gedaan. Ik heb die laatst nog wel uitgezocht, dus daar kan trouwens überhaupt niet heel veel van weg. Misschien dat ik daar nog een aparte swatch video van ga maken. Die houden jullie dus nog van mij te goed. Dan hoop ik dat je de video voor deze keer weer leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. En zie ik je heel graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doei!